Regenfibe, supporter van Excelsior 31 TV. Kennisport, voor hoogwaardige geborduurde logo's. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Goedenavond en welkom bij het Excelsior 31 Weekjournaal. Deze week in de uitzending: Excelsior 31 gastclub bij de wedstrijd Heracles Almelo tegen Heerenveen. Het vaste item Latje Trap, een interview met Patrick Gerritsen en een terugblik op eerdere topklasse duels tegen Katwijk. Allereerst gaan we terug naar afgelopen vrijdag. Bij het eredivisieduel Heracles Almelo tegen Heerenveen was dit een speciale wedstrijd voor Excelsior 31. Gijs Nijland, onze F4-speler, was onder andere pupil van de week. Maar er waren nog meer Excelsioren daar aanwezig. Laten we gaan kijken naar een reportage. Goedenavond en welkom hier vanuit het Polmanstadion. Een hele bijzondere plek om vanavond hier te zijn. Want de ballenjongens vanavond zijn onze eigen jongens van C1. G-team mag vanavond met de spelers opkomen. En last but not least, Henny Altena is vanavond hier speaker in het Polmanstadion. Ja, zoals José zei, we zijn bij de wedstrijd Heracles Almelo tegen Heerenveen. We lopen hier naar boven bij de perstribune en we zien ineens een bekende achter het glas zitten. En dat is een speaker van Excelsior 31, Henny Altena. Henny, wat doe jij hier? Ja, dat zal ik je vertellen. Enige tijd geleden was de speaker van Heracles Almelo, Gerda Kruisinga, op bezoek tijdens de wedstrijd Excelsior tegen HHC Hardenberg. En hij belde mij daags erna, op zondag belde mij op. En hij zei van, hey, ik ben op 28 februari ben ik met vakantie op wintersport. En zou jij het leuk vinden en lol erin hebben om de wedstrijd te gaan speakeren Heracles tegen Heerenveen? En daarvan heb ik gezegd van, oké, jongen, dat ga ik doen. Was je best wel een beetje trots op, denk ik. Want dat een betaald voetbalorganisatie jou ineens gaat vragen, dat is toch wel bijzonder. Nou ja, dit is natuurlijk een verzoek die natuurlijk niet elke dag langskomt. En het zal ook niet heel snel een vervolg krijgen. Maar om dit eenmalig hier te gaan doen, ja, voor 8000 mensen in een vol stadion. Ja, dat is natuurlijk wel kicken natuurlijk, dat begrijp je. Dus dat is misschien een goede opstap voor een nog grotere club. Nee, ik hou het graag bij mijn club Excelsior 31. Heel vertrouwde omgeving. En hier dit eenmalig is natuurlijk ook heel leuk, avontuurlijk. Maar ik blijf gewoon bij Excelsior 31. Hartstikke leuk om te doen voor de vereniging ook. Oké, lekker van genieten en we zullen even luisteren hoe je het gaat doen vanavond, Henny. Veel plezier. Dankjewel, komt helemaal goed en jullie ook een prettige wedstrijd. Dankjewel. Nu verder met Latje Trap, deze week met verzorger Han Polman. Hoeveel gaan er af vandaag? Ja, ik hoop meer als nul. Meer als nul, succes.
Han, met je gouden linker? Ging niet zo goed, hè? Dat was vroeger, hè? Volgende week. Patrick Gerritsen. Ik heb 7 maanden lang niet zo'n bal aangeraakt, dus geen garantie tot enig succes. De afgelopen weken trainde aanvaller Patrick Gerritsen weer mee met het eerste selectie-elftal na lang blessureleed. Leon Simons sprak met Patrick en blikte terug op deze periode. Ja, Patrick Gerritsen, je had het voor deze opname had je het over clichés in de voetbal. Welke ken je? Nou, ik ken er genoeg natuurlijk. Bal is rond, voetbal is oorlog. Elke wedstrijd is een finale voor ons. En het is 1-12, maar nee. En eentje meer scoren dan de tegenstander, dan win je. Ja, daarom. En als je niet schiet, kan je niet scoren. Okay. Je hebt een hele moeilijke periode gehad de laatste tijd. Want hoe lang ben je eruit geweest? Ja, de laatste wedstrijd was tegen Geenemuiden, toen de Achillespees afscheurde. Ja, en eigenlijk die week... Ja, dat was 3 mei, hè, vorig jaar. Ja, dus reken maar uit. Dat is bijna een jaar geleden. En ja, ook nog dat ik eigenlijk de maanden daarvoor elke week eigenlijk met pijnstillers heb gespeeld. Dus ja, nu zonder pijn op het veld is toch wel het mooiste wat er is. Hoe kan je toch, want het is inderdaad nou bijna een jaar geleden niet, maar het is 9 maanden geleden ongeveer. Hoe kan je toch nog zo gedreven zijn? Ja, nou, als je geblesseerd bent, dan maak je eigenlijk weinig meer voetbal. Want je bent alleen maar revalidatietraining aan het doen. En ja, je kijkt de wedstrijden, maar verder heb je niet zoveel op dat moment met voetbal. Maar als je toch weer op het veld staat, dan weet je weer waar je het echt voor doet, zeg maar. Ja, dat is toch lekker met die bal bezig. Ja, en op een gegeven moment val je in bij de tweede. Of ging je met de tweede meedoen. Dan heb je toch weer een kleine blessure gehad. Ja, dat klopt. De tweede wedstrijd met tweede na een kwartiertje voelde ik heel licht in hamstring. En ik zei al gekscherend tegen de medische staf. Je zult het niet geloven, maar een spierblessure daar had ik nog nooit gehad. Maar het was 2 weken pas op de plaats. En nu heb ik eigenlijk nergens last van. Okay, en je bent blessurevrij, dus je hebt een paar keer met de tweede meegedaan. Dus ik neem aan dat je zaterdag meegaat naar Katwijk. Nee, dat is ik denk nog iets te vroeg. Omdat, zoals ik al zei, heb je maar twee wedstrijden eigenlijk gespeeld. En ik vind wel, als je meedoet, dan moet je ook gewoon echt een positieve bijdrage kunnen leveren. En ik denk dat Katwijk nog iets te vroeg komt voor mij. Ja, ik zie dat je gedreven bent, niet alleen op de training, maar ook bij de wedstrijden. Dus hoe lang gaat het ongeveer duren, denk je, als het blessurevrij is in ieder geval, dat je weer met de eerste mee kan? Ja, er ligt natuurlijk aan je eigen prestatie bij tweede en aan de trainer natuurlijk. Uiteindelijk bepaalt de trainer of die jou goed genoeg acht om met de eerste mee te doen. En ja, hij is daar leidend in, denk ik. Ik kan alleen aangeven of ik 100% inzetbaar ben en of ik me helemaal goed voel. En dan ligt de bal bij hem. Ja, ik denk dat hij bij de training ook wel genoeg kan zien. Dus wij vertrouwen er wel op dat je wel gauw aan gaat sluiten bij het eerste, denk ik. Ja, ik doe mijn best in ieder geval. Schop hem! Ja, dames en heren, als ze zaterdag verliezen, zijn ze echt aan de beurt. Nou, voor je collega's moet je het hebben, Gerrit. Of Patrick. Zo heb ik ook wel eens genoemd, ja. Ja, nee, maar we hebben gewoon op zich echt een leuke groep. Maar ja, het is noodzaak nu even dat de punten echt binnenkomen. En dan een mooi einde van het seizoen van maken. Ja, want op zich staan we er niet zo goed voor. En we hebben wel punten nodig. Want anders is het echt degradatievoetbal. Ja, dat klopt. Maar als je op dit moment de ranglijst vergelijkt met hoeveel punten we vorig jaar hadden. Na hetzelfde aantal gespeelde wedstrijden hebben we meer punten dan vorig jaar. Dus wat dat betreft... Dus we moeten de negatieve serie maar eens even doorbreken. Ja, dat zou mooi zijn. Excelsior 31 gaat zaterdag voor de 4e keer in de topklasse geschiedenis op bezoek bij Katwijk. Laten we eens kijken hoe eerdere ontmoetingen zijn verlopen. In het eerste topklasse seizoen verloor Excelsior 31 met 2-0 in Katwijk. Katwijk ging van meet af aan op jacht naar het eerste doelpunt en werd in de 9e minuut beloond door Donny van Ooyen. Dan halverwege de tweede helft de definitieve beslissing in de wedstrijd. Jan Groen alleen aan voor Doeman Kok en hij faalt niet. Twee seizoenen geleden won Excelsior 31 in Katwijk. In de eerste helft zorgden Robert Wielens en Nick Davina voor een 0-2 voorsprong. Na rust maakte Jordi Zuidam snel de 1-2, maar Excelsior 31 nam de 3 punten mee naar Rijssen. Vorig seizoen begon Excelsior 31 goed in Katwijk. Marco Aydin maakte de 0-1, maar Excelsior 31 kon niet lang van de voorsprong genieten. Een minuut later maakte Martin van Eeuwijk de gelijkmaker.
Ook daarna ging Katwijk vrolijk verder met scoren en liep het nog voor rust uit naar een 4-1 voorsprong. Andreas David maakte nog de 4-2 uit een penalty, maar na rust was het opnieuw Van Ewijk die de eindstand op 5-2 bracht. Aanstaande zaterdag is Excelsior 31 TV in Katwijk aanwezig om de wedstrijd voor u te filmen. In de loop van het weekend kunt u een samenvatting van dit duel hier op Excelsior TV bekijken. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende uitzending. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior31TV.